Bij een brownie is het soms wat lastiger om te zien wanneer die klaar is. Je kunt er niet zoals met een cake makkelijk met een prikkertje in prikken, want bij een brownie blijven er vaak wel wat natte stukjes aan je stokje zitten. Dus om te kijken of een brownie klaar is, moet je even kijken naar de consistentie van je brownie in de oven. Ik ga jullie het zo laten zien. Vanaf een minuut of 15 ga ik al in de oven kijken. Dat hoef je thuis niet te doen, maar ik wil jullie graag even laten zien hoe het eruit ziet als het echt nog niet klaar is. Want als het echt nog niet klaar is, dan zie je dat de brownie een beetje vloeibaar is. Dan blijft hij een beetje golven als een vloeistof. Dus dan zie je dat het nog niet echt stijf geworden is. Maar zodra die klaar is, dan wordt het eigenlijk stijver, wordt het meer een soort van pudding. Het is dan niet meer alsof een vloeistof golft, maar het is dan meer een pudding die een beetje wiebelt. En als je dat ziet, dat betekent dat je brownie klaar is. Na 15 minuten ziet de brownie er zo uit. Oh, het beslag ziet er nu echt nog uit als een vloeistof na 15 minuten. Dat betekent dat het echt nog niet klaar is. Je ziet hem nu eigenlijk nog vanaf hier tot hier heen en weer bewegen. En hij is klaar als echt alleen het midden nog een beetje wiebelt. Geef hem nog 2 minuten. Hij wiebelt wel, hij wobbelt wel, maar meer als een pudding. Het is niet meer dat hij helemaal heen en weer gaat. En dan is hij klaar. Dus dit is na 22 minuten bij mij.